Hallo Ali, hier live bij Punch Out Battles. Net de battle gehad van Mr. Satisfied tegen Chalaman. Chalaman wil al bijna Chalaman, maar blijf nog eventjes hier. Hoe was het? Hoe was het? Hoe ging de battle voor jou? Die battle, ik vond die battle veel te kort. Terwijl bij de voorbereiding dacht ik echt dat het een infinity zal zijn. Misschien doen we een rematch. Ja. We kunnen zo doorgaan in die recap. Zoals ik al zei, deze battle. Oké, okay, nog niet. Ik hoorde heel veel bars. Over bars gesproken. Je was weer eens behind bars. Je bent weer vrij. Blijf weer vrij. Ja, ligt er maar. Ja. Oké, hoe ging de battle voor jou? Ja man, lekker man. Lekker man, geslijst man. Ik heb het gevoel dat je zijn tanden scheef. Ja, maar die staan niet thuis en weten die is recht, toch wel? Ik hoor echt, je hoort de gekste dingen over de tanden van Mr. Satisfied. Hij is de reden dat Campy vast zit en zo. Mr. Satisfied, kom even bij me. Voor jouw gevoel kunnen we nog uren doorgaan met deze battle. Maar we willen jou ook nog terugzien tegen iemand anders. Wie is die iemand anders? Is een goede vraag. Tot nu toe heeft niemand waardig mijn naam genoemd. Ja. Niemand waardig. Even kijken, er is wel een lijstje. Chalaman, heel misschien El Karbais. Het zou wel leuk zijn om Giant een keer te battelen. Het zou heel tof zijn. Ja. Want ik hoorde dat er een dingetje was tussen jou en Giant. Oh, dat politiek geval. Naar Castel. Castel. Wat heb je dan precies gehoord? Ik was er namelijk niet. Ik hoorde het volgende event dat hij jouw stijl een beetje had afgepakt ofzo. Kijk, er zijn meerdere jongens die geïnspireerd zijn door ik. Ik denk hij het meeste. Maar als we gaan battelen wordt het zo leuk. Giant is gruwelijk. Ja, maar El Karbais is degene die als eerste letterlijk lijns van mij heeft gestolen en vele anderen. Cool. Is goed. Satisfied Rotterdam, wat vond jij van de battle? Ik vond, ik ga niet liegen, ook al is Chalamango homie, ik vond 2-1 Satisfied. Kijk, dit gebeurt... Ik ga hem battelen voor die pakken checken. Gebeurt dit ook in Chilla? Huh? Daarom heb ik je met besmette naalden geprikt, klootzak. Ga weg jezelf. Yo, laat je tattoo zien. Laat even tattoo zien. Oké, ook dit kan je bij Chalamang doen. Waarom moet je ons nooit samen in een battle zetten? Wat wil je zeggen? Dankzij deze chaos moet je mannetjes als hij en ik nooit samen in een battle zetten. Ja. En wat er gebeurde bij alles. Precies, en de battle duurt nog 20 keer langer dan deze recap. Ik ga hem afsluiten straks om 7 uur. Dit zien we de battle. Mr. Satisfied tegen Chalaman. Hele vreemde battle, super toffe battle ook. Mijn naam is Alo Ali, tot de volgende keer. Alo Ali voor president.